Justitieminister Kenneth Amoxie heeft vandaag voor aanvang van de Raad van Ministers aangegeven dat het de goede kant op gaat met de controle op illegale feesten. De minister ging in op de recente vraagstukken waarmee het justitieel apparaat te maken heeft. De handhaving, de aanpak is gestructureerd. Er was aangekondigd de operatie Veilig Suriname. De COVID-handhaving is daar onderdeel van. En gisteravond nog heb ik een evaluatie-meeting gehad met de coördinatoren. Amoxie is positief ingesteld wat betreft de gehoorzaamheid van de samenleving ten aanzien van de naleving van de COVID-maatregelen. Volgens de minister is er nog veel werk aan de winkel op het gebied van de begeleiding van leden van de gewapende machten. De begeleiding laat zeker te wensen over. We weten niet precies wanneer iemand met een of andere vraagstuk zit. Het is vervelend om zulke erupties te zien. We willen stabiele politiemannen en politievrouwen hebben. En het is eigenlijk aan de regering, het is aan het ministerie en het korps om zeker wat dat betreft maatregelen te treffen. Omdat er gebeurt heel wat in het land, maar ook met betrekking tot het functioneren van de politie. De minister zegt dat het geval waarbij een politieagent gisteren heeft geprobeerd de hand aan zichzelf te slaan, bewijs is dat er meer moet gebeuren op het gebied van de mentale zorg van politiemanschappen. Er is volgens de bewindsman veel aandacht voor dit vraagstuk.